Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Elke maand maak ik een video met interessante aandelen. Dat gaan we ook in deze maand doen in april. Maar die video komt aanstaande woensdag uit. Want in deze video wil ik juist gaan kijken naar de rendementen van de aandelen die ik heb benoemd in de afgelopen paar maanden. Dat is dus het onderwerp van deze video. Laten we snel beginnen. Wat ik in mijn video's bespreek is eigenlijk mijn eigen visie, mijn eigen mening, mijn eigen ervaring. En je moet het dan ook zeker niet oppakken als beleggingsadvies. Maar het is natuurlijk wel gewoon interessant om eens weer terug te gaan kijken. Omdat misschien ik zelf of misschien jij ook wel een van de aandelen die we de laatste tijd hebben besproken wel hebben gekocht. En dan is het gewoon interessant om te zien wat dat aandeel dan heeft gedaan. Ik koop mijn losse aandelen bijna altijd via de Giro. Een veelgebruikte broker ook in onze community met meer dan 1 miljoen klanten. Wil jij ook aandelen gaan kopen en beginnen met beleggen? Klik dan op de link onder de video om gratis een account te openen. En op die manier help je ook het kanaal, dus kan ik deze video's ook blijven maken. Maar laten we gaan kijken naar de aandelen. Ten eerste dus januari van 2021. In deze maand bespraken we Barrick Gold en de Bitcoin ETN van VanEck. Trouwens, over VanEck gesproken, aanstaande woensdagavond organiseren zij samen met Euronext een webinar over beleggen met de titel Beter beleggen op Beursplein 5. En ik ben daar degene die de opening en de vragenronde doet. Dus een interessant webinar. Dus mocht je interesse hebben, meld je dan gratis aan via de link onder de video. Maar we hadden het dus over het echte goud en het digitale goud de afgelopen januari. Um, dat waren best wel wat verschillen ook tussen de beide natuurlijk. Maar ook zeker als we gaan kijken naar de rendementen. Kijken we ten eerste naar Barrick Gold met tickersymbool gold. Dan zien we het rendement ja, negatief is. Met een verlies zelfs van 17%. Dat is geen goed begin van deze video van dit jaar. Maar ik had het ook als een soort van hedge. Ik heb trouwens ook dit aandeel zelf gekocht. We hadden namelijk vorig jaar te maken met een flinke hype, een flinke stijging. En door in goud te investeren zou je eigenlijk tegen inflatie en een crash beschermd zijn. Tenminste, wat beter beschermd zijn. Nou, die crash is er niet gekomen. Een correctie is er wel gekomen op de beurs. Maar de beurs gaat eigenlijk gewoon maar door. En dus is het nog steeds gewoon negatief voor goud. En dus ook voor de goudmijnen zoals Barrick Gold. Volgens analisten is er nog wel steeds zo'n 45% upside voor dit aandeel. Maar ja, dat zullen we dus nog wel gaan zien. En zoals gezegd, dit was een aandeel wat ik ook zelf had gekocht. Juist als een tegenhanger tegen mijn tech aandelen, waar ik best wel veel geld in heb geïnvesteerd. Het is wel een kleine positie en het gaat niet zo goed ermee. De basis is gewoon goed om toch altijd wel een beetje een kleine dekking te hebben tegen. Oplopende rentes tegen een crash tegen inflatie. Kijken we dan naar de Bitcoin ETN van Van Eck. Deze ETN heb ik zelf niet. Maar ik heb dan wel weer gewoon Bitcoin in bezit. Dus ik heb ook kunnen profiteren van de stijging van Bitcoin. En deze ETN van Van Eck heeft dit jaar al een rendement van 107%. Dus hij is al meer dan verdubbeld. Je hebt wat te maken met hogere kosten. Verder heb je ook geen zorgen, eigenlijk. Je hoeft niet te denken aan de veiligheid van je bitcoins. Je kunt gewoon alles via je broker kopen. Want deze ETN is ook gewoon te koop via de Giro, bijvoorbeeld. En zo kun je toch profiteren van bitcoin zonder de kennis daarvoor nodig te hebben. En of het nu het juiste moment is om in te stappen, dat weet ik niet. Maar het is wel gewoon iets op de lange termijn waar ik echt wel in geloof. En heb je nou ook aandelen gekocht die ik in deze video bespreek? Of juist niet gekocht? Laat dat dan weten in de reacties onder deze video. Ik ben erg benieuwd naar jullie mening. Jullie. Die ervaringen daarmee en vind je het een leuke interessante video... ...geef dan ook zeker een duimpje omhoog om het kanaal te helpen. Gaan we nu naar de twee aandelen van februari. En ten eerste bespraken we daar Fladex de Hero. Helaas 3% negatief rendement tot nu toe. Maar ik gaf in die video ook al aan dat het waarschijnlijk niet het juiste moment was om te kopen... ...maar dat het wel gewoon interessant was om in de gaten te houden. Nou, dat zien we ook in de grafiek van de afgelopen tijd. Toen ik het besprak lag de koers zo rond de 84 euro... Hij steeg daarna door naar 96 euro, maar zakte ook weer in naar 74 euro begin maart door alle onzekerheid op de beurs. Maar de laatste dagen doet je het eigenlijk best wel weer goed en zien we weer wat groene candles. De reden dat ik toen het aandeel besprak, was dat ja eigenlijk er grote interesse is in beleggen. En of de beurs nou stijgt of daalt, er wordt dan altijd veel gehandeld op die momenten. En daar profiteert een partij als Flex de Giro van tenminste dat was de gedachte, want we zien ook dat ze eigenlijk wel gewoon mee zijn gegaan met de beurs naar beneden in maart, ondanks dat op die momenten dus waarschijnlijk dat ze daar meer verdienen. Maar mogelijk zijn het ook wel juist de punten om in te stappen of om extra bij te kopen. En volgens analisten is het nog steeds een upside van 30 voor dit aandeel in het komende jaar. Het tweede aandeel dat ik in februari besprak was de Axelgroep. Een aandeel dat ik maar kort heb behandeld in die video, uh, niet echt uitgebreid bekeken, heb, maar dat ik mogelijk binnenkort nog wel ga doen. Hopelijk hebben jullie dat op dat moment wel gedaan en ook een positie genomen, want de koers is inmiddels met 32% gestegen in de afgelopen twee maanden. De koers heeft eerst nog een maand zo rond de 30 euro gehangen, maar in maart schoot het aandeel echt omhoog naar nu zo'n 40 euro. Ik gaf toen ook al aan in die video dat er best wel veel vraag was naar fietsen. Uh, zeker elektrische fietsen zijn erg populair. En dat zijn vaak ook de dure fietsen waar ze dus ook meer omzet en winst op maken. Ik had het idee dat het aandeel toen al wat aan de hoge kant stond. Maar wel interessant genoeg was om in de gaten te houden en om verder uit te zoeken. Nou, als je dat had gedaan, had je hier zeker ook een mooi rendement op kunnen maken. En kijk vervolgens naar de laatste twee aandelen. Dat waren die van vorige maand, van maart 2021. Te beginnen met GoDaddy, de internethoster voor je webhosting, voor je domeinnamen. Een grote wereldwijde speler waar de vooruitzichten positief waren volgens analisten. En nog steeds spreken analisten over een mogelijke upside van 33% ongeveer. Het aandeel zelf heeft ondertussen 5% gedaan uh, de afgelopen maand. Dus dat is ook gewoon heel erg goed. Maar vooral het tweede aandeel wat ik vorige maand besprak, uh, Ultra Clean Holding, dat heeft het een stuk beter gedaan. Ultra Clean Holdings steeg maar liefst met 46% in één maand tijd. Dus dat is echt, echt een heel goed rendement. Een bedrijf dat actief is in de semiconductors, niet per se met de productie, maar het zorgt dus wel voor de clean rooms en andere dingen die grote bedrijven nodig hebben. Deze sector is gewoon heel erg hot nu, zeg maar. Al maandenlang zijn er tekorten, dus iedereen, elk bedrijf draait op volle toeren. En desondanks dat, de tekorten zullen waarschijnlijk nog het hele jaar aan blijven. Ik gaf ook al aan in die video van afgelopen maand... dat het aandeel waarschijnlijk was ondergewaardeerd... omdat heel veel mensen het gewoon over het hoofd hadden gezien... en eerst juist naar andere bedrijven in de sector gingen kijken. Denk bijvoorbeeld aan Nvidia, Micron als ASML... en dat bleek dus ook wel gezien de stijging van bijna 50% in één maand tijd. Analisten zitten nog steeds met een koersdoel van rond de 60 dollar... dus dat is iets minder dan dat het op dit moment is. Dus het zou mogelijk ook een moment zijn om te kijken... Uh, of het nu slim is om bijvoorbeeld winst te nemen voor een gedeelte. Dat is op zich altijd best wel logisch na nou, zo'n grote stijging in zeker zo'n korte periode. Maar ja, het gaat er natuurlijk ook vooral om wat jij denkt en wat jij verwacht achter dit aandeel. En zoals gezegd, ik ben ook vooral benieuwd naar jouw mening, jouw ervaring. Jouw visie over de besproken aandelen en ook zeker of je een mooi rendement hebt gehaald op deze aandelen, als je ze toevallig ook in de afgelopen maanden hebt gekocht. En laat dat dan vooral weten in de reactie onder deze video. Ook zoals gezegd in het begin van de video, aanstaande woensdag komt er een nieuwe video online met interessante aandelen voor deze maand. Wederom twee aandelen die ik wil gaan bespreken en laten we ook hopen dat ook hier weer ergens een pareltje tussen zit, zoals we bij de rendementen van de afgelopen besproken aandelen wel hebben gezien in de afgelopen maanden. Maar ja, dat is aanstaande woensdag. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien en geen video in de toekomst meer missen? Zorg dan dat je geabonneerd bent op het kanaal. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.